Het is wel weer even wennen op het ijs voor Jody. Maar hij vindt het leuk. Ik heb nog steeds zoveel plezier in het schaatsen. Dus dat is natuurlijk fantastisch dat ik nu mee mag doen. Dat is echt te gek. Hallo. Hallo. I'm Jody. I'm Kristin. Nice to meet you. Het is super spannend voor Kristin en Jody, want ze hebben heel weinig tijd. We hebben anderhalve dag om de Q in orde te maken. Maar de oude meester is het nog niet verleerd. Ik denk wel dat ik hem op tijd in mijn hoofd heb. Alleen of ik hem helemaal vlekkeloos doe zoals ik hem graag zou willen doen, dat is een ander verhaal. Ja, Jody. Net begonnen weer met trainen, maar dat is wel heel kort. Dag, Jody. Ja, dat is het ook. En het blijft een fantastische ervaring. En het is ook wel zo dat het... Ik heb een seizoen al meegemaakt. Van het begin tot het einde, tot de finale. En dat was te gek. En ik denk ook eigenlijk dat de voorsprong... Ja, ik heb een voorsprong. En ik denk dat het toch niet eerlijk is als ik als volledige kandidaat toch mee ga doen in de show. Dus het is een eenmalige kuur. En ik voel me ook echt, Danny, echt vereerd dat je me gevraagd hebt. En... Ik wil je toch het afscheid geven. Ja, dankjewel. Het is een waardig afscheid voor Danny in ieder geval. Ik wil je echt het afscheid geven wat je verdient. Want je bent echt een topper. Je bent echt een krijger. Je hebt het heel ver geschopt. Echt. Top. Heel goed, Jody. Dankjewel. Dus als ik het goed begrijp, ook voor de deelnemers, want die zullen nu een tikkeltje opgelucht zijn. Je schaatst gewoon eenmalig vanavond. Je laat nog even lekker alles zien wat je in huis hebt op de schaats. Ook speciaal voor Danny als een beetje een afscheid. Maar verder, punten en zo, dat doen we niet aan bij jou. Okay, heel goed. Top. Ik neem Danny mee naar de bank. Heel goed. En we gaan naar jou kijken, Jody. Jij ervoor. Heel veel succes. En dan zien we nog een applaus voor Danny de Munn. De superhit Grenade staat op dit moment hoog genoteerd in de hitlijsten. En op dit nummer gaat Jody zijn uitdaging aan op het ijs. Samen met zijn schaatspartner, eigenlijk die van Danny, Kristin, is hier Jody Bernal. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Jody, pak de microfoon even als je wil. En jemig, was je nu zenuwachtig als een paar jaar geleden? Dat vraag ik me zo af. Ja, ik was wel zenuwachtig. Het is zoiets bijzonders als je de studio inkomt. Die spanning van zo'n liveshow. De muziek. Ja, dat is te gek. Dat is ook, die zenuw is ook heel lekker om dan te schaatsen. En Danny, doet het maar niet de vraag. Ik vind het bijna een lullige vraag. Maar hoe voelt het nou voor jou als je dit in één keer ziet? Met recht, het laat me niet koud. Het voelt heel klote, gewoon klaar. Ja. En daar kan ik wel 10 keer op mijn lip bijten. Maar het klinkt wel stom, daar raak je gewoon wel emotioneel van. Omdat ik heb heel veel plezier erin. En je stapt in een avontuur, want de mensen denken, nou, 2 afleveringen. Je bent eigenlijk al 2 maanden bezig met training. En dat, met recht krijgt toch allemaal de kleren. Ik maak weer een grapje, maar het doet me echt pijn. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nou, wij hebben in ieder geval enorm van je genoten. En ik wil toch nog even wat aan Kirsten vragen. You want to say something to Danny after all those weeks?
say something to him? I want to say that I really enjoyed working with you. You're a great partner and you're a great performer and I had a great time with you. So I'm sad to see you leave. Dat is ontzettend lief. En ik weet, dames en heren, Jody Bernal wordt een vriend van de show. Hij gaat zelfs nog de kandidaten nog een beetje meer stimuleren hoe het allemaal moet. Ik kan alleen maar zeggen, Danny, jij bent een kanjer. Super bedankt. We gaan over een paar weken allemaal naar jouw programma kijken, samen met Tooske. En dat wordt super leuk. En Jody, het was fantastisch. En Kisters, so many thanks to you. It was wonderful. Dames en heren, applaus voor dit prachtige trio.